Welkom bij deze webcast. Vaccin tegen kinderarmoede. De afgelopen weken, maanden is er ontzettend veel gebeurd. De kranten stonden vol van berichten en verhalen over de impact van de coronamaatregelen op onze maatschappij. Wat we sowieso kunnen zeggen is dat corona een vergrootglas heeft gelegd op kinderarmoede. Kwetsbare doelgroepen zijn extra hard getroffen. De tweedeling tussen haves en have-nots is pijnlijk duidelijk geworden. Geldstress bij gezinnen schiet omhoog en er ontstaat eigenlijk een nieuwe grote doelgroep die onder de armoedegrens komt te leven in Nederland. Wat betekent dat voor kinderarmoede? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst? En wat moeten we nou met elkaar doen? Als ervaringsdeskundigen, als andere professionals, maar ook als politici in Den Haag die in de komende weken en maanden bezig gaan met nieuwe verkiezingsprogramma's. Wat moet er dan absoluut landelijk gebeuren om lokaal al die misère en ellende tegen te gaan? Wat is kort gezegd het vaccin tegen kinderarmoede? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens deze uitzending. We hebben een uurtje de tijd. Er zitten veel sprekers ook in deze sessie die een drukke agenda hebben, maar met elkaar absoluut een uur tijd willen maken om te praten over dit belangrijke onderwerp. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we met elkaar willen dat kinderarmoede in Nederland helemaal niet bestaat. We gaan niet alleen stutten en steunen, maar we willen echt naar grote veranderingen in Nederland. Wat voor veranderingen dat moeten zijn en door welke cijfers en actuele verhalen ze worden ingegeven, dat ga je horen. Het is een interactieve webcast, het is niet alleen maar zenden, maar je kunt ook absoluut zelf een bijdrage doen. Dat kan via Slido, je zit in een digitale omgeving. Je kunt vragen stellen via de audience Q&A. Maar we vragen ook jou om input. Welke verhalen slash signalen hoor je over kinderarmoede de afgelopen maanden? Daar hebben al aardig wat mensen op gereageerd. Veel ouders hebben hun baan verloren. Kinderarmoede zal de komende periode alleen maar toenemen. Schaamte bij armoede, waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. Het neemt toe, grotere verschillen ook tussen kinderen in armoede en mensen in gewone situaties. Nou, boetes op boetes. Het is absoluut een groot probleem, wordt er gezegd. Kinderen die bij andere mensen moesten eten vanwege verandering van inkomen van ouders. Vriendjes die niet thuis konden spelen. Nou, allerlei situaties waar we zometeen nog veel meer voorbeelden bij horen. We gaan je ook vragen om ideeën. Bij het kopje ideas kun je aanbevelingen kwijt voor de Kamerleden of richting de Kamerleden die luisteren. Zij zullen aan het einde van deze webcast ook reflecteren. Wat hebben ze gehoord? Wat nemen ze mee? En deze webcast is niet alleen voor de Kamerleden die nu luisteren en kijken, maar we zullen de uitzending ook delen met de andere mensen die in Den Haag zorgen voor die programma's. Dus al je input nemen we mee. Heb je goede voorbeelden? Heb je aanbevelingen? Deel die dan bij Ideas. Sabine Kok bijvoorbeeld die zegt, bedenk niet iedere keer iets nieuws, maar sluit ook aan op bestaande initiatieven. Aanbeveling voor partijprogramma, zegt Marjolein Breed, is maak leren omgaan met geld een onderdeel van het curriculum in het onderwijs. Pak de kinderarmoede integraal aan, vraagt Anja Bijl. En Marijke de Jong zegt, herken het begrip armoede, begrijp het, maak het bespreekbaar. Nou, zo zijn er tal van aanbevelingen, die worden dus allemaal meegenomen richting de communicatie naar partijen in Den Haag. We schakelen dus zometeen naar een aantal Kamerleden en zij zullen aangeven wat zij hebben meegenomen. Mocht het zo zijn dat er een technische hapering is, log dan even uit en klik de link opnieuw aan. Het kan zo zijn dat je wifi eens even een dipje beleeft omdat iedereen Netflix, homeschooling en Teams aan heeft geslingerd thuis. Dat ligt niet aan jouw computer of aan de uitzending, maar als je dus even inlogt of uitlogt en dan weer inlogt, dan kom je er vanzelf in. We zijn toegekomen aan de officiële start. Dit waren even de huishoudelijke mededelingen. Mijn naam is Marijke Roskam, maar het is mijn eer en genoegen om te vertellen dat we deze webcast officieel openen met Laurentien van Oranje. Sociaal ondernemer, auteur, strateeg, conceptontwerper en dialoogfacilitator. In 2004 richtte ze Stichting Lezen en Schrijven op, die in Nederland en daarbuiten actief is om laaggeletterdheid terug te dringen en te voorkomen ook. In 2009 richtte ze Missing Chapter Foundation in het leven, of riep ze die in het leven, een stichting die denkkracht van kinderen binnenbrengt bij organisaties. We hebben het een paar keer live mee mogen maken, tenminste aan mijn kant. Het is bijzonder als je kinderen zelf vraagt
Wat zouden jullie hierbij bedenken? Wat zou jullie oplossing zijn dat ze volwassenen een heleboel kunnen leren? En een van die initiatieven die daaruit voortgevloeid is, is de Alliantie Kinderarmoede. Die is ook ontstaan uit Alles is Gezondheid, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg en dus Missing Chapter, waarbij inmiddels 155 organisaties en bedrijven zijn aangesloten. Een flink track record, om het zo maar te zeggen, zeer betrokken op dit onderwerp. Dus ontzettend fijn dat we kunnen starten met elkaar. Laurentien van Oranje is live in de uitzending. Waarom vindt u het belangrijk om deze webcast met elkaar te organiseren? Goedenavond. Dag Marijke, dag allemaal. Ik denk dat gezien het aantal deelnemers dat het laat zien hoe belangrijk dit is. Je noemde al een aantal voorbeelden van waarom het juist nu belangrijk is om hier met elkaar, misschien wel op een andere manier, maar misschien ook wel op bestaande informatie, kennis die we eigenlijk ook al hadden, om die met urgentie die nu toe te passen. Ik kom daar zo op terug over bijvoorbeeld een rapport van de Ombudsvrouw in december 2017, waar we ook in hebben samengewerkt en ook de inzichten van kinderen juist op die aanbevelingen hebben losgelaten. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk, dus er ligt eigenlijk al heel veel om met elkaar aan te pakken. Ik denk twee redenen wat nu echt urgent is. Natuurlijk, zoals je zei, zijn er nieuwe situaties, nieuwe gevallen, onverwachte situaties van armoede. Die komen er nu nog bij. En wellicht ook in gezinnen die we nog niet in ons vizier hadden. Dus met andere woorden, we moeten nu echt heel erg scherp zijn dat we niet, dat er geen blinde vlekken zijn van nieuwe soorten gezinnen. Het tweede is, denk ik, preventie is nu. En de kinderombudsvrouw destijds, maar ook met de kinderen eindeloos heel veel hebben besproken. Je moet de echte oorzaken ook begrijpen om te kunnen kijken naar welke oplossingen passen dan bij bepaalde situaties. Dus ook snappen dat het meer is dan alleen geld. En dus de gedachte van preventie is nu. Als we nu goed kijken, systemisch kijken naar de situaties binnen gezinnen, dan kunnen we het oplossen. Dus deels dezelfde de kennis en de inzichten en de aanbevelingen die er al zijn gaan toepassen met urgentie. En het andere is om te zorgen dat je kijkt naar preventie is nu. En één ding over ik maak me een beetje zorgen over de gedachte vaccin tegen kinderarmoede, want dat zet ons denk ik ook een beetje op het verkeerde been. Er is niet één vaccin. Het is een aaneenschakeling van interventies. Dus die gedachten moeten we ons denk ik een heel klein beetje zorgen. Dat klinkt heel interessant en zeker in deze tijd van corona. Maar één vaccin klinkt iets te kort door de bocht. Ja, en in ieder geval daarbij wel genoemd die gevleugelde uitspraak: we doen het samen, die is wel degelijk van toepassing. Wat kunnen kinderen ons leren? Want het is altijd een schitterend fenomeen als we zien hoe die gesprekken gaan. En zoals gezegd, ik heb er een aantal van gezien. Wat zeggen kinderen over dit grote probleem? Wat kunnen ze ons leren? Kinderen kunnen ons leren, zoals ik al zei, ik denk dat dat echt een interessant rapport is om nog een keertje erbij te halen. Alle kinderen kansrijk in december 2017. Ik zie dat Margriet Marito er is. Kan ze ongetwijfeld veel meer over vertellen, maar dat hebben we ontrafeld eigenlijk met kinderen. En ik denk, dat klinkt zo simpel, maar armoede is meer dan geld. Dat is stigmatisering. Het gaat om schaamte, het gaat om buitengesloten voelen, het gaat om het gevoel van anders te zijn. Dan klinkt dat zo simpel, maar ik denk dat we dus ook moeten misschien een onderscheid maken tussen het oplossen van kinderarmoede en situaties in armoede. En de andere kant is het aanpakken van de gevolgen van uitsluiting van kinderarmoede, van armoede. Doordat kinderen zich buitengesloten voelen of buitengesloten zijn en niet kunnen meedoen. En dat lijkt hetzelfde, maar dat is denk ik ontzettend belangrijk om die nuance goed te vatten. De kinderen zeggen ook, maak het bespreekbaar. Maar tegelijkertijd is dat heel gevoelig. Want in het bespreekbaar maken moet je dat wel op zo'n manier doen dat het weer niet stigmatiserend werkt. Dus dat vraagt om een grote gevoeligheid. Er zijn heel veel leerkrachten die aangeven dat ze het ontzettend moeilijk vinden om het bespreekbaar te maken. Dus het moet op een veilige manier. En er dus ook niet van uitgaan vanuit die schaamtesituatie dat
of de ouders of de kinderen, om hulp durven vragen. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de kinderen ons zeggen, werk niet vanuit, denk niet dat je het al weet, maar je moet tussen de regels doorluisteren hoe bepaalde gezinssituaties zijn. En de kinderen zeggen ook heel duidelijk, zoek ons op. Ga naar de plekken waar wij zijn. En dat maakt het nu natuurlijk ook ingewikkeld met scholen die gesloten zijn. Dus de plekken van signalering, die staan ook onder druk. Dus ik denk dat daarom het ook nu belangrijk is om te kijken van hoe schakelen we alle partijen die een rol kunnen spelen in de omgeving van het kind. Kloppen die rollen nog wel en zijn die nu open of actief? Hè? Een bibliotheek bijvoorbeeld, die een tijd lang natuurlijk ook is dicht geweest. Dat waren ook weer plekken die ook weer een signaleringsfunctie konden hebben. Scholen die nu die niet meer het kind zagen dat in de klas komt. Dus kinderen worden onzichtbaar. Dus het herijken van die spelers, denk ik dat nu ontzettend belangrijk is dat we daar scherp naar kijken. Dus samenwerken klinkt zo makkelijk. Maar is het niet. Is dat ook de boodschap aan de deelnemers van deze webcast tot slot? Ja, dat denk ik wel. Voor mij zijn er dan drie elementen van wat betekent dan samenwerken. 1, een gedeeld begrip en definitie wat je dan specifiek wil aanpakken. Nogmaals, die nuance. Is het armoedesituatie zelf of is het de uitsluiting als een gevolg daarvan? Dus heel scherp met elkaar dat bepalen. Wat is je gedeelde ambitie? En maak daarin samenhangende afspraken met bijvoorbeeld gemeenten. Maar maak niet losse afspraken, want dan krijg je silo's en dan komen dus die keten komt niet bij elkaar. En ga dus schakelen van die verschillende rollen, signalering, de echte behoeften in kaart brengen en dan vervolgens de interventies daarop aansluiten. En uiteraard moeten juist de financieringstromen daar zijn. Ja. Dus samenhang is belangrijker meer dan nu dan ooit. Helder. Veel dank voor uw tijd en nou ja, dit mede-initiatief natuurlijk. Want hierdoor hebben we de publieksacademisch georganiseerd. Zijn we nu live met elkaar bijeen. We zullen ook kijken wat voor aanbevelingen er binnenkomen. Maar dit is al een hele mooie start. Dank daarvoor. Luister en kijk mee, zou ik zeggen. En dat doet u niet alleen, maar ook René Peters, Kamerlid voor het CDA. Marijke van Beukering, Huibrecht van D66. Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid. En Martin Wursdurven van VVD. Zij zullen aan het einde van de webcast laten weten wat zij hebben genoteerd van deze webcast. En ik durf te stellen dat ze aan één briefje niet genoeg zullen hebben, want we hebben behoorlijk wat actuele cijfers en verhalen en ook behoorlijk wat eye-openers. Als je dan een tijdje dit onderwerp behandelt, dan denk je alles wel te weten, maar zometeen horen we bijvoorbeeld ook een kinderarts die vertelt hoe die ontwikkeling van kinderen echt verschrikkelijk achterloopt en ook scheef gaat, om het zo maar te zeggen, als je in armoede opgroeit. Dus veel cijfers, veel duiding en hopelijk ook wat handelingsperspectief voor de partijen in Den Haag en ook lokaal. Wij starten met cijfers, met verhalen, met duiding van Natja Jongman, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wij gaan. Ik mag zo beginnen, maar. Ja, ik zou zeggen, the floor is yours. Wij klikken jouw presentatie door. Die slides die zullen we ook achteraf delen met mensen als ze daar belang bij hebben. Deze video is ook achteraf te delen. Vertel, Natja. Nou, heel fijn. Marijke, dank je wel. Ik mag hier vandaag inhoudelijk aftrappen. En waar ik heel graag aandacht voor wil besteden, voor wil vragen, is dat wat wij in de praktijk doen, is heel veel materiële goederen bij kinderen brengen. En dat is belangrijk. Dat is een. Klikken jullie hem door ook? Ja. Ja, dankjewel. En dat is belangrijk. Als je kijkt naar wat we nu doen, de bestrijding van kinderarmoede, die richt zich in hoge mate op materiële ondersteuning. En de prinses zei het net al zo mooi, armoede gaat niet alleen over weinig geld, armoede gaat ook over uitsluiting. En het idee is vaak dat als we materiële goederen brengen, dat we daarmee uitsluiting tegengaan. Dat doen we ook. Alleen de vraag is het genoeg? En het pleidooi dat ik vanavond wil houden, is dat er meer nodig is dan het verstrekken van materiële goederen. Dus niet in de plaats van, maar ik wil er graag iets naast zetten. Dat wat ik ernaast wil zetten, dat heeft zijn wortels onder andere in allerlei onderzoek wat in Amerika wordt verricht. Je hebt aan Harvard, een belangrijke universiteit in Amerika, heb je het Center on the Developing Child. Daar zit een hele grote set aan onderzoekers. John Shonkoff is daar de inhoudelijk inspirator, hoogleraar daar ook.
En wat ze daar zeggen is dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat armoede niet alleen gaat over meer dan geld, maar dat armoede ook gaat over de doorwerking van stress in je kindertijd op je functioneren als volwassene. Dat klinkt nog wat cryptisch. Wat ze eigenlijk in Amerika zeggen is dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat als je intergenerationele armoede wil doorbreken, dat dat niet alleen gaat over het compenseren van de materiële tekorten, maar dat wat we ook nodig hebben is nadrukkelijke aandacht voor de kwaliteit van de hechting tussen kind en ouder, voor het versterken van de levensvaardigheden van kinderen en het verminderen van de stressbronnen binnen die gezinnen. En dat gaat dus over meer dan de tekorten van die kinderen, dat gaat over de tekorten van de gezinnen waar we het over hebben. Als ik mijn volgende slide mag, wat ik mee heb genomen is een plaatje van ons brein. Daar ga ik niet heel lang bij stilstaan. Wat we hier in ons hoofd hebben is nog een stuk ingewikkelder dan wat jullie hier zien. Wat een belangrijk onderdeel is van ons brein als het gaat over onze voorbereiding op het volwassen leven, dan is dat wat ze met een technische term noemen je prefrontale cortex. Die term mag je weer vergeten. Het is misschien wel handig om te weten, hij zit hier achter je voorhoofd. En als ik de volgende slide mag, daar zitten een aantal heel belangrijke functies. Daar zitten namelijk wat ze aan Harvard ook wel noemen onze levensvaardigheden. Onze functies om te kunnen plannen, om te kunnen organiseren, om onze tijd goed in te delen. Maar ook onze regulatiefuncties, om onze emoties en onze verlangens te sturen. Wat je ziet is dat als je deze functies minder goed tot je beschikking hebt, dan ontstaan er vaak problemen op meerdere domeinen van het leven. Wat je ziet is dat als je bij multiproblematiek gaat kijken waar zitten nou verklaringen voor het feit dat problemen samengaan, dan is het niet alleen dat als je ziek wordt en je krijgt minder inkomen, dat je daardoor ook makkelijker in de schulden raakt. Nee, wat je ook ziet is dat als je deze functies minder goed tot je beschikking hebt, dan is het moeilijker om die stabiele rol van ouder op je te nemen, om die trouwe werknemer te zijn, om die prudente boekhouder te zijn. Er is heel mooi Nederlands onderzoek waarbij ze in verschillende wijken zijn gaan kijken hoeveel stress ervaren kinderen. En wat je dan ziet is dat kinderen die opgroeien in wijken met een gemiddeld lager inkomen, die hebben gemiddeld genomen meer stresshormoon in hun haar. Met andere woorden, die ervaren meer stress. Deze levensvaardigheden die cruciaal zijn om op volwassen leeftijd in het leven een plek te vinden en in stabiliteit te kunnen leven, die ontwikkelen we, als ik mijn volgende slide mag hebben, eigenlijk zo totdat we een jaar of 25 zijn. Maar we maken een belangrijke sprong zo tussen ons derde en ons zesde levensjaar. We maken nog een tweede sprong in onze ontwikkeling, zo bij de transitie naar volwassenheid, als we het volwassen leven ingaan. En als ik dus opgroei in een context van armoede, en armoede brengt bij de meeste gezinnen geldstress mee, en daardoor eigenlijk belemmerd wordt in de ontwikkeling van deze functies, dan gaat armoede niet alleen maar over uitsluiting, dan gaat armoede niet alleen over schaamte, dan gaat armoede ook over achterstand op stabiliteit in het volwassen leven. Als ik mijn volgende slide mag, zonder ze allemaal op te lezen, geef ik hier een aantal doorwerkingen wat je voort ziet komen uit die dynamiek van chronische stress. Noemen ze in de literatuur ook wel toxische stress. Wat je ziet is dat we door de bank genomen meer gedreven worden door korte termijn belangen. Dat we minder goed in staat zijn om slimme oplossingen te bedenken, om vanuit een langer termijn te redeneren. Dat we wantrouwender worden. Dat we meer moeite hebben om in actie te komen, om door te zetten, om flexibel te zijn. Met andere woorden, armoede leidt vaak tot stress. Stress in gezinnen. Dat doet iets in de ontwikkeling van die hechting. Dat doet iets in de ontwikkeling van die levensvaardigheden. Dat noemen ze in literatuur ook wel executieve functies. En dat doet daarmee iets met de kansen die ik heb om in het volwassen leven om een stabiel bestaan op te bouwen. Als ik mijn volgende slide mag. Ik heb de eer om zo direct stokje door te geven aan onze kinderombudsman. En ik zie daar ombudsman en ik moet natuurlijk zeggen ombudsvrouw, mijn excuses. Gelukkig ben ik zelf ook een vrouw, dus misschien mag je dan die fout maken. Op 19 juni in de NRC zei zij, we verzorgen de kinderen, we versterken ze niet. En als ik mijn laatste slide mag, eigenlijk is mijn uitnodiging, laten we die inzichten uit die hersenwetenschappen, dat chronische stress maakt dat we levensvaardigheden minder goed aanleggen, alsjeblieft ter harte nemen. Laten we al die mooie inzet op materiële compensatie vooral doorzetten om daarmee de uitsluiting tegen te gaan. Maar laten we alsjeblieft ook aandacht besteden aan wat het vraagt om die levensvaardigheden te ontwikkelen. Help mij om ze te oefenen, want als ik die goed aanleg,
dan heb ik een ticket waarmee ik voor het latere leven ook een grotere kans op succes heb. Dus het doorbreken van kinderarmoede vraagt meer dan materieel. Het vraagt ook aandacht voor ontwikkeling van levensvaardigheden. En wat ik hoop is dat in de doorontwikkeling van het kinderarmoedebeleid dat een pijler wordt die net zo stevig komt te staan en net zo evenwichtig kan worden als de materiële kant. En op twee pijlers kunnen we een mooi huis bouwen. Ontzettend veel dank. En het is een kunst om dat in 10 minuten tijd bij mensen te brengen. Ik kan me nog voorstellen dat de Kamerleden wellicht de vraag hebben: wat kunnen we dan in die partijprogramma's, wat kunnen we in Den Haag, aan welke knoppen kunnen we draaien om dit voor elkaar te krijgen? Ja, het antwoord daarop is dat het begint bij het belang. De prinses zei het al, of je nou naar de bibliotheek gaat, of je gaat naar de sportvereniging, of je gaat naar de school. Het is geen vanzelfsprekendheid nog, zeg ik daarbij, want het wordt steeds breder bekend in Nederland, bij leraren, bij sportcoaches in de bibliotheek, dat kinderen ook hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. Stel een kind de vraag: stel nou dat je fiets morgen een stuk is, hoe ga je dan naar school? Dan leer je een kind nadenken over een als-dan-plannetje. Een als-dan-plannetje is onderdeel van je executieve functies. Ik maak het nu simpeler dan het is, maar wat ik hoop is dat al die begeleiders van kinderen zich gaan realiseren dat wij in die interactie kunnen aansluiten op wat ouders vaak in de dynamiek van stress onvoldoende voor elkaar krijgen, namelijk die ontwikkeling van die executieve functies. En als we al die begeleiders leren wat stress doet met de ontwikkeling van die executieve functies en ze leren hoe ze daarop kunnen coachen, dan krijg ik als kind meer oefenruimte en dan ontwikkel ik me beter. En dan leggen we niet alles bij de ouders neer, want die ouders hebben de kopjes vol en die hebben die ruimte vaak gewoon niet. Maar dat betekent ook dat professionals en ook de plekken waar die professionals aan het werk zijn, dat die beter geoutilleerd moeten worden. Juist, en dat het soms heel simpel is. Want als je als trainer op de voetbalvereniging aan de kinderen vraagt: wat zullen we doen? Zullen we eerst een rondje gaan rennen of zullen we eerst het veld opgaan? En je laat ze nadenken over waarom er überhaupt eerst een rondje wordt gerend voordat je het veld opgaat, dan leer je mij denken over het belang van causaliteit. En dat zijn in de basis al ontwikkelingen van executieve functies. Dus ik maak het nu wat simpeler dan het is. Maar we moeten echt niet bang zijn dat het te ingewikkeld is. Help mij in mijn ontwikkeling. En daar heb ik anderen voor nodig dan de ouders. In aanvulling, samen, om dat kind heen. En dan de to-do is volgens mij, ik hoorde net al de rol van bibliotheken. We zagen ook zorgwekkende berichten over bibliotheken. Dan moeten die plekken ook wel open blijven. De plekken moeten open blijven, maar het belangrijkste is dat professionals begrijpen dat ze in interactie een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van executieve functies van kinderen. En met alleen materiële goederen geven we ze niet genoeg. Helder. Dankjewel, Natja. Als er nog vragen binnenkomen voor jou, blijf eventjes bij ons in de sessie. Mochten er vragen binnenkomen, dan kan ik die altijd nog stellen. Jij noemde al Margriete Kalverboer, kinderombudsvrouw, kinderombudsman. Volgens mij is de titel haar om het even, is ook hoogleraar aan de rug. Maar wat haar zeer bezighoudt, dat zijn de kinderrechten, het kinderrechtenverdrag. Mevrouw Kalverboer, wat dicteert ons verdrag dat? Als je even weer de microfoon op unmute zet. Gaat hij nu goed? Ja, helemaal goed. Loud en clear. Oké. Ja, weet je, het kinderrechtenverdrag zegt dat kinderen zich, ja, ze noemen het holistisch. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen op alle levensgebieden. En alle rechten die in het kinderrechtenverdrag staan, die zijn daarop gericht. En dat is op het gebied van scholing, dat is op het gebied van gezondheid, dat is op het gebied van kunnen meedoen, je stem kunnen laten horen. Het is heel breed. Het wordt eigenlijk ingedeeld in drie verschillende soorten rechten. Je hebt participation, dus je moet mee kunnen doen. Protection, mensen moeten je moet beschermd worden. En participation, protection, provisions, er moeten voorzieningen zijn. En dat alles heb je nodig om je goed te kunnen ontwikkelen. En als we dan kijken naar de situatie in Nederland. En zoals gezegd, deze webcast is ook omdat we graag alle partijen in Den Haag van input willen voorzien. Op welke vlakken gaat dat nog niet goed? Misschien ook waar gaat het wel goed, maar wat moet er nog gebeuren? Nou ja, ik sluit wel heel erg aan bij het verhaal van Natja.
Kinderen hebben eigenlijk zou het zo moeten zijn dat wanneer een kind in armoede opgroeit, dat je kijkt en dat je kind, zodra je het kan vragen, vraag het kind, maar je kijkt naar wat heeft dit kind nodig om goed, gezond volwassen te worden. En wij hebben in 2017 kinderen gevraagd naar de kwaliteit van hun leven, naar wat zij het belangrijkste vonden in hun leven en ook naar wat zij zouden doen als een kinderombudsman of vrouw zou zijn. En kinderen in armoede, we hadden verwacht dat ze zouden zeggen dat ze te weinig spullen hadden, maar wat ze zeiden was: we hebben geen mensen in onze omgeving die het goede voorbeeld geven. We ervaren heel veel onzekerheid in ons leven. Op school gaat het niet goed. En we hebben niet een goed sociaal netwerk. En daarna pas kwam dat punt van die materiële dingen. En als ik nu beleid zou maken en ik zou kijken, want ik vind dat je kinderen moeten voor mij, of vanuit mijn functie, moeten kinderen uitgangspunt zijn. Maar ik zou kinderen zelf willen vragen van: wat heb jij nou nodig om je om die stress niet te voelen? Om te kunnen doen wat andere kinderen, wat je ook zou willen doen. Ik zou het erg bij kinderen zelf, ik zou het hen ook vragen. En wat kinderen ons ook vertellen, met name, want we hebben ook gekeken naar als je nou meerdere problemen in je leven hebt, bijvoorbeeld en armoede en een complexe scheiding en hulpverlening, dan zeggen kinderen ons: jullie hoeven die problemen niet op te lossen, maar jullie moeten onze ouders helpen weer goede opvoeders te zijn. Dus ik sluit aan bij: het is meer dan het materiële. Ik zie dat kinderen, wanneer ze in armoede opgroeien, dat ze de rol van de ouders gaan overnemen. Dat loyaliteit. Ze voor hun ouders gaan zorgen in plaats van. En ik zie ook, hè, want je zegt, ja, de ouders zitten vol met stress. Maar die kinderen zitten zelf ook vol met stress. Dus het is ook echt nodig om te kijken wat die kinderen nodig hebben om zich minder gestrest te voelen. Want kinderen met stress kunnen niet leren, kunnen zich niet concentreren, kunnen geen fijne vriendschappen aangaan. Hoe schrijven we dat hoofdstuk? Stel je voor dat je een bijlage mocht maken die bij ieder partijprogramma werd ingevoegd. Wat zou daar dan in staan om dit deel met elkaar, ik zeg het maar plat, te fixen? Nou, ik zou, kijk, wat je nu van ouders hoort, wat je veel van multiproblemgezinnen hoort, waar vaak armoede aanwezig is, die zeggen: we hebben met heel veel verschillende mensen te maken. Wat we nu zien in de coronatijd is dat mensen haast ontstressen omdat ze minder hulpverleners in hun omgeving hebben. Omdat ze opeens niet meer hun kind op school moeten brengen, maar ze in de pyjama achter de webcam kunnen zetten, zodat het onderwijs gevolgd kan worden. Dus het is een heel complex en groot groot probleem. Het is vooral belangrijk dat mensen met één persoon te maken krijgen, of zo min mogelijk personen te maken krijgen. En dat je kijkt, dat je bij ouders kijkt: wat heb jij nou nodig om een gewone ouder te zijn of een goede ouder te zijn? Dat je bij kinderen kijkt: wat heb jij nou nodig om je fijn te voelen? En dat je naast die materiële zaken ook dit echt uitgangspunt laat zijn, ja, van beleid, zonder dat je er, ik weet niet hoeveel mensen op zet. Ja. Dus niet een digitaal loket enkel waar je vinkjes kunt zetten voor een balletpakje. Dat is altijd het voorbeeld wat jij noemt, hè? Nou ja, het voorbeeld, want dat heb ik zo vaak gehoord, hè? Dan mag het kind op balletles, maar ja, dan wordt het balletpakje niet gewassen. Dus dan komt het kind er nog niet. Of de voetbalclub, het kind zit op voetbal, maar moeder zegt van: nou ja, weet je, kan jij nou niet op je broertje passen vanmiddag? En dan gaat het kind niet naar voetbal. Dus er is zoveel, het is nodig dat mensen, dat ze voelen dat ze, voor een deel ook, dat ze het ook zelf moeten kunnen doen. Dat vind ik ook een belangrijk aspect. Dat zie je nu in coronatijd, hè. We hadden verwacht dat een heleboel multiproblemgezinnen het heel erg moeilijk zouden hebben. En hulpverleners zien ook dat nu de hulpverlening een beetje terugtrekt, dat mensen meer kunnen dan ze hebben laten zien. Dus ook dat systeem, en dat bedoelde ik ook wel een beetje met verzorgen wel en versterken niet. Een van de reacties ook van de... Een van de reacties van de kijkers is ook: heb het nou niet over kansarme gezinnen, maar kansrijke gezinnen. Nee. En men bevraagt ze op wat ze kunnen. En daar wil je niet als zielig geval bekeken worden. Terecht.
Dus ik zou, kijk, als je dan al materiële dingen doet bij kinderen, geef ze dan zakgeld. Ik zou willen dat gemeentes, hè, in het armoedebeleid, en dan moeten ze maar weer zien hoe het voorkomen wordt dat ouders het ergens voor gebruiken of wat dan ook. Maar leer kinderen zelf ook om met geld om te gaan. Leer kinderen, ja, daar sluit ik aan hoor. Leer kinderen plannen maken. Nu hebben ze vaak te maken met ouders die van dag tot dag leven. Als jij als voorbeeld krijgt hoe je de folders na moet zoeken, dan leer je ook niet plannen. En leer kinderen, of laat kinderen ook zien dat ze veel kunnen. En dat ze het ook zelf kunnen. Mooi. Volgens mij zitten daar genoeg adviezen bij. En ik denk dat dat vast om te zetten is naar daadkrachtige beleid. Wij gaan in dit blok ook, als het gaat om impact om kinderen, wat we moeten weten van die ontwikkeling. En ook als het gaat om de rechten van die ontwikkeling, gaan we naar Michel van Vliet, kinderarts bij het UMCG. Welke signalen hoor en zie jij als het gaat om kinderarmoede? Goedenavond. Goedenavond. Het vreemde is dat eigenlijk het eerste signaal er al voor de geboorte is. Het ging net over toxische stress, ging over hogere niveaus van stresshormoon. Die stresshormonen die komen van de zwangere moeder ook al bij de baby terecht. En dat betekent dat in de hele vroege babytijd we bijvoorbeeld al veel meer huilgedrag zien bij kinderen, omdat zij hogere stressniveaus hebben. En dat hogere stressniveau dat blijft doorwerken de rest van hun lichaam in de tijd. Dus dat die hersenen die hebben ook ruimte nodig om gevoelens in het lichaam te herkennen. Honger, dorst, weet wanneer je naar de wc moet, interpretatie van buikpijn, hoofdpijn. En op al die fronten gaat het mis als er sprake is van langdurige stress. Ik heb ook van jou begrepen dat als kinderen stress ervaren, van jongs af aan, van baby af aan, als alle energie naar die stress gaat, dan gaat de energie niet naar de juiste zaken. Wat is het gevolg daarvan? Je kunt je energie maar één keer gebruiken. En als je energie nodig hebt om je zorgen te maken, heb ik morgen nog wel een huis, is er nog wel te eten, dan kun je dat niet gebruiken om jezelf te ontwikkelen. De gezinnen die in diepe armoede opgroeien, daarvan weten we dat als kinderen naar de kleuterschool gaan, ze gemiddeld al een jaar achterlopen in hun ontwikkeling. Als we kijken naar wat er moet gebeuren, want je ziet die verhalen ook in de praktijk, je hoort ze. Of juist, je hoort en ziet ze niet, omdat ze niet bij je kunnen komen. Wat gebeurt er op het front van toegankelijkheid en kunnen helpen? Het allerbelangrijkste is dat je moet weten dat dit speelt. Want dan kun je samen op zoek naar een oplossing. En het vervelende is, juist vanwege dat taboe, kom je er vaak achter op het moment dat je al veel verder in een behandelproces bent en het blijkt dat medicatie niet opgehaald wordt, omdat daar een eigen bijdrage bij zit. Dat mensen niet op polyafspraken komen, omdat er geen vervoer is. Dat soort zaken. En het begint bij het weten. Vaak zijn er alternatieven te bedenken, maar dan moet je wel weten dat je samen op zoek moet naar zo'n alternatief. Hoe bedoel je dat concreet? Concreet dat er bijvoorbeeld voor één aandoening 3 verschillende middelen zijn, waarbij op 2 een eigen bijdrage zit en bij de derde niet. En dat je dan dus ervoor kiest om die derde te kiezen zonder bijdrage. Soms ook ongunstige oplossingen. Ik heb wel eens kinderen een aantal nachten in een ziekenhuis opgenomen om kosteloos medicatie te kunnen verstrekken, omdat het in de thuissituatie niet kon. Maar dat is toch eigenlijk stuitend als je hoort hoe belangrijk het is dat die kinderen dezelfde startkansen moeten hebben? Absoluut, absoluut. Want ook die opname in het ziekenhuis die eigenlijk niet nodig is, vergroot natuurlijk stress bij kind en bij ouders. Het is een vraag van een van de kijkers, Badria, die zegt, wat zouden aanbevelingen zijn voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar? Nou, als ik zou maar mogen vragen, als je ogen even sluit, wat wens je dan voor die kinderen? Nou, wat je wenst is dat eigenlijk voor de geboorte al bekend is wat de situatie in een gezin is. Waar de kansen liggen, waar de valkuilen liggen. En dat je voor elk gezin en elk kind dan al een plan gaat maken over hoe gaan we het nou de komende 4 jaar doen. Waar is behoefte aan? Wat is hier nodig? En dat zal maatwerk zijn, want het is in
elk gezin is dat weer anders. Als we kijken dan naar de wet en regelgeving, naar hoe het beleid in elkaar steekt. Ik durf te stellen dat alle Kamerleden die kijken denken, ja, dat zou ik met je meewensen. Wat is er nodig? Wat moeten we veranderen? Het allereerste wat mij betreft nodig is, is haal het uit de taboesfeer. Want als je het weet, dan kun je plannen maken. En dan, als het dan gaat om wat ga je dan doen, dan moet je inderdaad, dat ben ik met de vorige sprekers eens, het moet je inzetten op de vaardigheden. Maar alleen de vaardigheden, dat zal ook niet lukken. Je zult ook in materiële zin zul je iets moeten doen. Want alleen al het feit dat er op materieel gebied tekort is, maakt dat je moet rekenen met dat je, als het gaat om intelligentie, je ongeveer 13 punten ingeleverd hebt, omdat je hoofd vol zit. Dus de kans om een weloverwogen beslissing te maken, die kansen worden ook kleiner, want dat is gewoon veel lastiger. Want jij zegt eigenlijk al, als je zoveel IQ-punten verliest, dat kan geen kwaad als je een zeer ontwikkeld brein hebt en op WO-niveau denkt en werkt. Maar als dat niveau al wat lager is, dan is het meteen wel een fikse glijbaan. Ja, absoluut. Weet je, 13 punten is, dat is een schoolniveau. En inderdaad, als je universitair geschoold bent, is dat niet zo heel erg. Maar als je op mbo-niveau functioneert en je levert dan 13 punten in, dan worden alle toeslagen die we aan moeten vragen en lastige formulieren die ingevuld moeten worden, dat is dan ineens niet meer haalbaar. Nee, dus ik hoor je meerdere dingen zeggen. Sowieso moeten we dan mensen meer en beter helpen aan de voorkant. Want anders is dat een soort jungle waar ze in komen met papieren die voor ons al ingewikkeld zijn. Laten we wel weten. En wat ik je ook wel hoor zeggen is misschien een soort winstwaarschuwing. Als je nu niet investeert in deze generatie die te maken hebben met kinderarmoede, dan hebben we aan het einde van de rit mensen eigenlijk ontzettend onderopgeleid, waar misschien wel meer kosten aan hangen, als ik het heel kort door de bocht mag stellen. Ja, zeker. En om dat nog een beetje erger te maken, hè, het ging over toxische stress. Die toxische stress die zorgt voor veranderingen op DNA-niveau in je genetisch materiaal. En die worden doorgegeven. Dus dat betekent dat als een kind nu opgroeit in armoede en over 20 jaar het financieel beter heeft, dat zo iemand toch nog de chronische stress doorgeeft aan zijn eigen kinderen. Ook als die stress er op dat moment niet meer is. Iemand vraagt nog, een van de kijkers, is het dan handig om met kraamzorg veel meer samen te werken? Ik kan me voorstellen dat het antwoord ja is. Mag ik een vraag bijzetten? Wat belemmert jullie nog als professionals in de gezondheidszorg om met elkaar die issues te tackelen? Wat heb je nodig? Nou, eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat we aan de ene kant een jeugdwet hebben waar alle jeugdhulpverlening onder valt. En aan de andere kant hebben we een zorgverzekeringswet waar alle ziekenhuiszorg onder valt. En als je twee verschillende soorten financiering hebt, dan is het heel erg lastig om bij elkaar te komen. Dat is het eerste. En het tweede is, het is vaak of ouders of kind. Behandelaren zijn heel weinig genegen om informatie, juist in het kader van privacywetgeving, met elkaar te delen. Dus als ouders ergens bekend zijn, dan is vaak niet bekend dat er ook kinderen zijn. En voor ons, ja, wij weten natuurlijk wel dat kinderen ook ouders hebben, maar wij weten vaak heel weinig van de ouders af. En dus zou je dat gemakkelijker willen maken om met elkaar goed samen te werken? Absoluut, een integrale aanpak. En vanaf een heel vroeg begin. Goed, hartelijk dank voor deze input. En er komen al aardig weer wat reacties ook van kijkers binnen. Omwille van de tijd, we hebben krap een uur, gaan we door naar de volgende spreker. Jacco Vonhoff is voorzitter van MKB Nederland. En we zijn ontzettend benieuwd, ja, welke rol kan en zou het MKB moeten nemen in die bestrijding van kinderarmoede. En ik kan me ook voorstellen dat MKB niet de hele wereld kan redden. Maar er zijn wel vast schitterende suggesties. Goedenavond, meneer Vonhoff. Goedenavond. Ja. Ja, we doen wel verwoede pogingen om de hele wereld. Absoluut, ja. Wat gebeurt er al? Wat gebeurt er al? En hoe zouden jullie geholpen kunnen zijn als MKB Nederland om het nog beter voor elkaar te krijgen? Ja, daar valt echt heel veel over te zeggen. Ik wil op voorhand daar één kleine aantekening bij maken. Als ik af en toe een particuliere mening erbij inschiet, dat moeten jullie me maar niet overduiden. Dat zijn we inmiddels gewend, ja. Ja, ik ben naast voorzitter van MKB Nederland ook
eigenaar van een groot schoonmaakbedrijf. En zoals jullie misschien weten, werken daar heel veel mensen aan de basis van de arbeidsmarkt. Sociaal-maatschappelijk kwetsbaar. En dus veel van wat ik net gehoord heb, zeg maar, van de experts, is iets wat ik in de dagelijkse praktijk meemaak. En het causale verband tussen armoede bij kinderen. Maar eigenlijk gezinsarmoede is mij uit de praktijk meer dan helder. Nou, laten we dan vragen, als even met dat petje op, uit die schoonmaakbranche. Want ik weet ook dat er een heleboel goede dingen gebeuren. Welke knop wilt u omdraaien? Wat moet er absoluut veranderen om meer met elkaar te kunnen betekenen? Nou ja, wat ik al zei, kijk, het begint ermee dat als je, tenminste als je bij aan mijn kant van de oplossing begint, dan begin je dus bij bedrijven en daar werken mensen. En dan heb je het over gezinsarmoede. Kinderen die in armoede opgroeien omdat de ouders niet in staat zijn om voldoende salaris te verdienen of om andere redenen in ieder geval niet genoeg geld verdienen om die kinderen zo op te voeden dat ze geen last hebben van gebrek aan geld. Nou ja, wat we net allemaal gehoord hebben. Voor een deel zit hem dat in wat je betaalt voor werk. Of eigenlijk misschien nog veel beter, maar dat is een hele politieke discussie. Wat hou je nou eigenlijk over van al dat goede werk? Ik denk dat veel mensen bij ons best bruto veel verdienen, maar netto niet zo heel veel overhouden. Nee, de betaalkracht moet beter. Ja, ik zou wel wat aan de weg willen doen. Maar nogmaals, dat is een hele andere politieke discussie. Het gaat er veel meer om dat wij in de praktijk vaak zien dat mensen, als ze bij ons komen werken, bij bedrijven, kwetsbaar zijn. Daar krijgen we heel snel al een aantal indicaties van. Bijvoorbeeld, zijn mensen laaggeletterd? Zie je dat? Wat geven mensen op over hun gezinssamenstelling? En kun je daar al iets uit afleiden? Wat we heel veel zien is dat mensen die het financieel moeilijk hebben, vaak bij ons de eerste deurwaarde op visite krijgen. Dus dan komt bijvoorbeeld, er wordt de zorgverzekering niet betaald. En die komt altijd bij die werkgever terecht. Dat zijn voor ons, zeg maar, van die hele kleine vlaggetjes waaruit we kunnen afleiden dat het met een gezin niet goed gaat. En dat is voor ons vaak aanleiding als ondernemers, als werkgevers, om dan een gesprek aan te gaan met die werknemer. Om eens te kijken, hoe zit het nou bij jou? Hoe zit je thuis? Maar daar, denk ik, hebben wij een belangrijke rol om vanuit die signalering ook meteen een stukje door te gaan en door te rechercheren om eens te kijken, zit daar meerdere problematiek dan alleen deze ene factuur die ze niet kunnen betalen. Maar als ik u kort mag onderbreken, dat is de analyse, dat wat er nu gebeurt. Wat heeft u nodig, ook vanuit Den Haag? Want ja, we hebben dit uur eigenlijk ook als een soort inspiratie, informatie voor die Kamerleden. Wat moeten zij opschrijven in die programma's, zodat wat u vertelt, en jullie spelen daar echt een mooie, goede rol in, om dat beter te kunnen invullen? Nou ja, kijk, het grootste probleem waar ik tegenaan loop, en dat is weer even die praktijk, is bijvoorbeeld zaken als privacy. Dus niet fatsoenlijk het gesprek aan kunnen gaan met je werknemer, omdat er heel veel is wat je niet vragen kan. Nou wil ik niet alle privacywetgeving in één klap overboord zetten, maar het is voor ons echt ontzettend belangrijk om een op gelijkwaardige voet een gesprek aan te gaan met iemand waarvan je iets vermoedt. Dus dat is één. Ten tweede, ja, wat ik al zei, ik denk dat het heel erg zou helpen als we op een of andere manier kunnen zorgen dat mensen netto meer geld verdienen, meer geld overhouden. Nou ja, daar zitten allerlei knoppen in dat sociale systeem. Nou, noem er eens eentje, want er wordt druk meegeschreven aan de andere kant. Nou ja, kijk, maar dit is het lastige van die twee petten en particulieren. Ik zou er wel wat voor voelen om aan de basis van ons loongebouw mensen netto meer geld over te laten houden. Dat betekent dat je wel aan knoppen moet draaien. Dat snap ik heel goed. En van links naar rechts zie ik hier Tweede Kamerleden. Die zullen daar allemaal beelden bij hebben. Maar per saldo gaat het erom dat mensen aan de basis van dat loongebouw gewoon meer geld overhouden van dat wat ze verdienen. Nou heeft natuurlijk nog niet iedereen meteen ook de kans om geld te verdienen, want een groot deel van het probleem speelt zich af bij mensen die nog geen werk hebben. Dus ook daar geldt dat op het moment dat je baanopeningen wilt bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om allerlei redenen, zul je daar versnelde procedures mogelijk moeten maken. Dus het moet makkelijker zijn om mensen aan te nemen. Makkelijker om mensen aan te nemen. Ik zal bijna zeggen dat daar zit een oorzaak-gevolg dingetje met dat het ook makkelijker moet zijn om er afscheid van te nemen, maar die is voor mijn rekening. Maar wat veel belangrijker is dat je ook mensen veel sneller in de modus krijgt van dat leven lang ontwikkelen. Iets waar we al jaren de mond van vol hebben. Maar hoe zorgen wij er nou voor dat mensen niet blijven hangen in kleine baantjes, in banen waarin ze geen stappen kunnen nemen? In mijn eigen bedrijf zie ik het. Hè, als je eenmaal in de schoonmaak terechtkomt, is het de bedoeling dat je er zo snel mogelijk uitgaat. Want
als je je leven lang in de schoonmaak moet werken, dan heb je gewoon heb je het echt zwaar. Is het dan dat? Zo dat, want we hebben natuurlijk als input ook wel de commissie Borslab en de WRR heeft adviezen gegeven. Zit daar voldoende munitie in, om het zomaar te zeggen, voor die Kamerleden, voor die partijen, om mee aan de slag te gaan? Of hoort daar nog wel een vinkje of bladzijde bij? Nee, er zit heel veel in. Het vervelende van deze rapporten is dat het allemaal dat cherrypicken een van de geliefde hobby's is. Dus je zult veel integraler door al die verschillende rapporten heen moeten kijken, omdat het namelijk niet alleen maar in vast en flex zit en niet alleen maar in hoog en laag en fiscaal beleid. Het zit hem in, hoe kijk je nou als Nederland naar hoe hebben we die hele basis eigenlijk ingericht? Nogmaals, nu geen MKB-mening, een particuliere mening. Ga eens wat meer kijken over een basisvoorziening. Iets wat lijkt op een inkomensniveau waar elke Nederlander zich in ieder geval mee kan redden. En dat alleen al om ervoor te zorgen dat die kinderen dus niet in die overerfbare armoede terechtkomen. Dat is het grote probleem. En ik kan me voorstellen, want er kwamen ook wel signalen al in de voorbereiding van deze webcast over een basisinkomen. Die term die bezigt u niet, dat is altijd een talige kwestie, maar een bestaanszekerheid garanderen, dat noteer ik absoluut wel van u. Ik vind het prima, maar het wordt inderdaad heel semantisch als je basisinkomen zegt, omdat iedereen daar ook weer allerlei beelden van heeft, van hoe hoog moet dat dan zijn en voor wie geldt het dan en heeft het dan geen aanzuigende werking. En, ja, ik ben mijn mensbeeld, maar nogmaals, particuliere mening, ik ben van het positieve mensbeeld, dus ik zou daar wel in durven te vertrouwen. Maar ik snap ook dat heel veel andere mensen denken van ja, wacht eens even, dat wordt wel heel makkelijk. Maar volgens mij, dat we met elkaar meer zekerheid en meer, met name aan de basis, meer zekerheid moeten inbouwen voor alle Nederlanders, dat lijkt mij heel verstandig in het kader van dit probleem. Daar zet ik een uitroepteken achter. En omwille van de tijd, want het is een ondankbare taak vandaag om iedereen zo kort aan het woord te laten, maar we wilden wel zoveel mogelijk mensen aan het woord. Dus ik hoop dat we elkaar weer binnenkort ook face-to-face kunnen spreken. Maar in ieder geval dank ook voor deze bijdrage. Vanuit dan wel het particuliere, dan wel vanuit het MKB Nederland, hoop ik. Volgens mij zit daar weinig licht tussen. Heel veel dank ook voor het goede werk wat jullie al doen richting mensen in armoede. We gaan praten over de haves en have-nots, die term die viel al even in de introductie. We gaan erover praten in een drietrapsraket. Allereerst stel ik aan jullie voor Miranda de Haas. Ze werkt als kwartiermaker voor expertisecentrum Sterk uit Armoede. En ze is ook opgeleide ervaringsdeskundige bij gemeente Meppel. Miranda, als het gaat over have and have nots, over een tweedeling in de maatschappij, wat voor verhalen hoor jij en wat moeten we van jou noteren? Vorige week bijvoorbeeld nog, wij werken in Meppel met de Geweldige Wijk app. Dat is een app die kunnen inwoners downloaden. En daarop kunnen ze een hulpvraag stellen of ze kunnen hulp aanbieden. En een moeder meldde zich in de app met de vraag om brood voor haar gezin. We hebben contact opgenomen met die dame en zij bleek een overbelaste spil te zijn in een gezin met een grote zorgvraag. Een meisje van 8 wat met honger naar bed gaat. Twee jaar geleden heeft zij bij de voedselbank aangeklopt. Het was duidelijk dat haar werkelijk besteedbare inkomen voldeed aan de voedselbanknormen, maar haar ziektekostenpremie die was te hoog. De voedselbank levert geen maatwerk, waardoor ze buiten de boot viel. Wij hebben haar in contact gebracht met een andere dame in Meppel die in dit soort situaties gezinnen voorziet van eten. En sinds de coronacrisis is dat alleen maar zijn er meer gezinnen bijgekomen. En eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is, we kunnen menen dat we als Nederland alles goed ingeregeld hebben, dat er voorzieningen zijn. We horen vaak argumenten van mensen die zeggen, daar is de voedselbank voor, we hebben kindpakketten. Maar wat je hier schetst is dat mensen absoluut wel tussen wal en schip belanden. Ja. Waar pleit je voor? Wat moet er gebeuren? En zometeen gaan we dan nog een ander voorbeeld horen. Een basisinkomen. Als je nu op een minimuminkomen zit of je hebt een uitkering, je zit daar net op of onder of rond, dan dat is geen leefbaar inkomen, dat is een survival inkomen en je bestaanszekerheid is niet meer gegarandeerd. Ik heb het zelf 12 jaar meegemaakt en ik weet het verschil omdat ik in een middenstandsgezin op ben gegroeid waar voldoende geld was. En als je dan kijkt, en er komen ook reacties binnen van kijkers die zeggen, wij moeten absoluut ook goed letten op die gezinnen die misschien dan op papier wel inkomsten hebben, maar die eigenlijk lang niet genoeg zijn. Dat zeg jij ook, om rond te komen, laat staan als er eens een keer iets gebeurt in je leven, dan ben je meteen de sjaak.
Ja, je kunt je niet permitteren om fout te maken als je zo weinig geld hebt. Wat deed die stress met jou? Heel veel. Ik werd er depressief van. De uitzichtloosheid, machteloosheid. Het ook niet om kunnen gaan met... Daar ben je niet op voorbereid, je doet maar wat. Ja. Ik heb het niet geleerd in mijn opvoeding, ik heb het niet geleerd op school. Het zijn levensvaardigheden waar je niet op die heb je nodig. Ja. Die zijn onmisbaar. Nog heel kort het andere voorbeeld, want dat ligt voor in je mond volgens mij. Een alleenstaande moeder ook in Meppel. Schuldenproblematiek. €40 leefgeld per week. Komt bij de dokter met ernstige gezondheidsklachten. En die constateert een vitamine D-gebrek en een behoorlijke. En hij schrijft haar een recept voor van wat haar €18,95 per 2 weken zou kosten. Dat geld heeft ze niet. En dat geeft ze ook aan bij de huisarts. En de huisarts die zegt, die verscheurt het recept vervolgens. Weinig meelevend zou je in ieder geval al kunnen constateren. Maar welke les zit er voor onze Kamerleden en programmaschrijvers bij volgens jou? Dat er nog geen werkelijk begrip is van wat armoede is. Helder. Ja, en ook weer omwille van de tijd. Volgens mij heb jij nog veel meer voorbeelden en doe je fantastisch werk. Dus ook dank daarvoor. Je helpt mensen in die uitzichtloze situaties en je biedt ze weer perspectief. Wij gaan in dit blok door naar Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa. En eigenlijk wat jij schetst, Miranda, dat herken jij ook, Erik. Een evident onrechtvaardig verschil. Wat bedoel je daarmee en wat moeten we ermee als Nederland en Den Haag? Ja, het is een beschrijving dat het verschillen zijn in onze samenleving waar mensen zelf niks aan kunnen doen. En daar gaat het soms over hun woonsituatie, hè, wat vaak in een gebied is waar toch al veel lawaai overlast is, gehoorige huizen, veel luchtverontreiniging, een aantal van dat soort aspecten. En ook de bestaansonzekerheid waar veel mensen in zitten door het gebrek aan woningen in Nederland. Er komen zo'n 315.000 tot 330.000 woningen tekort, waardoor ongelooflijk veel gezinnen daar ook van stijf van in de stress zitten, soms met te veel mensen op een bepaalde ruimte of in tijdelijke huisvesting, die dan ook weer het gevolg van is. En dan met de lage inkomens zie je ook dat er een wereld gecreëerd is waarin het heel moeilijk overleven is. En waar een fout snel gemaakt is en dan ben je ook nog fraudeur. En de wetgeving geeft dan ook aan, dat is gelijk een tip voor de Kamerleden om dat gelijk op te lossen, dat je dan op basis van die fraudes, soms onbedoelde, foutjes maken mensen, dat er dan ook vrij hard wordt afgestraft en dat gemeenten dat beleid ook moeten uitvoeren. En dat je niet het maatwerk kunt toepassen om te zeggen van nou, hier zit iemand doelbewust de zaak te tillen en hier heeft iemand zich gewoon vergist. In Frankrijk heb je het recht op vergissen en wij kennen dat niet. En je ziet eigenlijk over die hele linie van dat soort stress. Denk ook aan het flexwerk waar de commissie Borslap eerder genoemd de vinger op heeft gelegd. Waarvan heel veel zelfstandigen eigenlijk schijnzelfstandigen zijn en in een constructie zitten die thuis ook heel veel stress veroorzaakt. Kijk naar de film Sorry We Missed You. Dat is echt voor alle kijkers een aanbeveling om te zien. Want die laat dat heel goed zien wat er dan in een gezin gebeurt. Ja, een postbezorger die eigenlijk aan die basis van die arbeidsmarkt staat. Dat klinkt dan nog heel vriendelijk. Maar waartoe eigenlijk alle wegen naar gezond leven worden afgesneden. Dat klopt. En als je dan kijkt naar gezondheid van mensen, in vele opzichten, mentale gezondheid, fysieke gezondheid, financiële gezondheid, dan zie je dat er in ons land veel nadruk wordt gelegd op de individuele verantwoordelijkheid. Daar moet jij iets aan doen, jij moet keuzes maken. Maar veel te veel huishoudens, gezinnen zitten in een context waar je helemaal niet zoveel te kiezen hebt. En dat noem ik ook maar ik noem het vaker de 27 inkomensondersteunende maatregelen die wij in ons land kennen, waar mensen dan de weg in moeten zien te vinden. Terwijl je in een stressvolle situatie zit, of mensen met een laag IQ, of een psychische aandoening, of tobbend met allerlei andere levensbelastingen. En dat is voor mensen niet uitvoerbaar. Dus je plaatst je in een wildwest van een onoverzichtelijke wereld, terwijl ze daar op dat moment niet toe in staat zijn. Ik had genoteerd ook van de voorbereiding met Miranda, eigenlijk verlies je autonomie, want keuzes maken in zo'n jungle, in zo'n spaghetti van maatregelen is al niet te doen. Wat stel je voor? Welke zin zouden de Kamerleden absoluut moeten noteren vanuit Divosa? Ja, ik denk dat het overzichtelijk maken van de wereld van kwijtscheldingen, toeslagen, ondersteuningsmaatregelen. Gelukkig is er al een motie kamerbreed aangenomen iets te gaan doen aan het toeslagensysteem.
Maar kijk dan ook even naar het geheel van het systeem. En zorg dat het voor eenvoudige mensen ook een eenvoudige wereld is waar ze gewoon kunnen begrijpen. Dan wel dat we garanderen dat ze de ondersteuning lokaal kunnen krijgen. Bibliotheken zijn genoemd, bij de gemeente, bij wijkteams. Dat daar mensen zitten die bekwaam zijn om mensen daar even in te steunen. Ja, en verder denk ik dat het van belang is om rechten van kinderen ook in het schoolcurriculum op te nemen. Dat kinderen ook leren om op enig abstractieniveau naar hun eigen situatie te kijken. En ze hebben gut, maar ik heb ook nog ergens recht op. En er zijn plekken waar ik mensen kan vragen om met mijn situatie mee te kijken. En dan zeer terecht ook gezegd hoor, dat het in hun eigen leefwereld is. En ik denk zelf ook de financiële educatie. Dat we dat ook veel beter regelen, ook in het onderwijs zelf. Want ze moeten allerlei cognitieve vakken doen. En dit soort basisvaardigheden om in een samenleving onder druk het overeind te houden, dat besteden we veel te weinig aandacht aan. Helder, en je noemde nog eventjes die bibliotheken. Wat jullie ook volgens mij hoorden en zagen waren verhalen van kinderen die dan thuis hun huiswerk zouden moeten maken. Maar dan vergeten we even dat die gezinnen geen internetpakket hebben thuis of geen laptop. We hebben nog een afbeelding meegenomen. Ja. De piramide van Maslow. Ja. Ja, dat is een interessante waar wifi onderaan staat. Dat is natuurlijk voor veel tieners die op een camping terechtkomen van waar is de wifi. Maar bij de coronasituatie toen heel veel kinderen thuis les moesten krijgen. Er was enorm veel interactie tussen scholen en gemeenten over eerst van hebben de huishoudens de apparaten wel. We kwamen erachter dat ze soms grote gezinnen maar één oude iPad was. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk voor alle kinderen om daar hun huiswerk op te maken. Dus eerst ging het over apparaten. De tweede en derde week ging het over gut, er blijkt bij duizenden gezinnen geen wifi thuis te zijn. Hoe ben je dan aangesloten op de digitale wereld als het gaat over je zelfontwikkeling? En vervolgens kwamen we erachter dat er in heel veel gezinnen helemaal niet het pedagogische klimaat was om kinderen te helpen bij hun huiswerk. En dan denk ik, ondanks dat in het onderwijs al die kinderen in beeld zijn, is dit onvoldoende gezien. Ook bij jeugdhulp en wijkteams waar je verwachten mag dat er ook een zekere outreach de activiteit was, was dit onvoldoende inzicht. En ik denk de les van corona is ook, we hebben daar nog veel te veel blinde vlekken op. We moeten veel meer outreach in zorgen dat de hulp terechtkomt bij de gezinnen waar de nood het grootst is. En dat betekent ook afsluitend dat, laten we zeggen, jouw leden, jouw gemeente ook wel de middelen moeten hebben en de menskracht, de formatie om zo outreachend te werken. Wat moeten we daarbij nog weten? Ja, dat is denk ik de manieren van werken. Maar het hele sociaal domein moet natuurlijk verbouwd worden. En tijdens de verbouwing blijft de winkel open. En dat zet op dit moment enorme financiële druk op gemeenten. Ook door de teruggelopen inkomsten van gemeenten zelf. Ik hoorde vorige week een directeur sociaal domein zeggen van een stad. Ik ben 60% van mijn tijd nu bezig met bezuinigingsvoorstellen. Nou, dat is niet een heel prettige context om iets aan deze problematiek te gaan doen. En ik denk dat ook na de twee grote steunpakketten van het Rijk, waarvoor chapeau hè, met TOZO en de NOW-regeling, dat er ook een nazorgprogramma moet komen om te zorgen dat we deze achterstanden niet weer laten gebeuren. Helder, dankjewel. Wij gaan in dit blok tot slot naar Joël Darius, ervaringsdeskundige ook. Als kind nu creatief stratege en een van de initiatiefnemers van die publieksacademisch kinderarmoede. Want er moeten verhalen worden verteld van kinderen, van grote mensen die ooit kinderen waren. En wat moeten we onthouden van die kinderen, Joël? Wat leert hun blik ons? Best wel veel is al verteld wat ik zou willen vertellen. Dus ik ga het heel kort houden. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het bieden van eten en geld het nodig is om te overleven. Maar we moeten veel meer gaan kijken naar wat iemand nodig heeft om te kunnen leven. En dat is echt wel het bieden van een eerlijke toekomstperspectief. En dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen gewoon alle kansen kan benutten die we in Nederland hebben. Wat me altijd opviel als kind is dat de samenstelling van mijn buurt gewoon niet hetzelfde was als de samenstelling van het onderwijs en van de professionals en van de overheid die mij kansen moeten bieden. En ik denk dat we daar ook naar moeten kijken, omdat zo ga je er ook gewoon voor zorgen dat we veel beter bij elkaar gaan komen. En het woord is niet gevallen, dat vind ik ook wel opvallend als je kijkt naar het tijdsbestek, maar de culturele diversiteit bij de organisaties die dit soort problemen moeten oppakken, die laat wat mij betreft ook wel vaak aan de wensen over. En wat je ziet is dat de vertegenwoordiging van allochtonen bijvoorbeeld binnen armoede gewoon extreem groot is. Maar dat zie je ook wel met andere problemen. Dus ik denk dat we veel meer ook moeten kijken hoe kunnen als organisatie, en dat is breder wat mij betreft dan cultureel, hoe kunnen we als organisatie en als het bedrijfsleven en als overheid veel meer gewoon de samenstelling hebben van de maatschappij die deze problemen hebben. Je moet je als kind kunnen identificeren met een iemand die ouder is van, goh, die lijkt op mij, die is als mij.
Zeker, als je het heel micro ziet, heb je een rolmodel nodig om te zeggen van nou, dat kan ik worden en dat wil ik worden. Maar als je het macro bekijkt, wil je ook gewoon dat je het gevoel hebt dat je alle kansen kan benutten die er zijn. Want de confrontatie met de kansen die Nederland biedt en dan het besef dat je ze waarschijnlijk niet zou kunnen benutten, die is heel confronterend als kind. Wie was jouw rolmodel of wie heeft jou geholpen op het pad? Ja, dat zijn toch wel de individuen die het verschil maken. Dus net de politieagent die je geen boete geeft, maar die zegt ga naar huis. Of de docent die kijkt naar je talent in plaats van je onvoldoende. Of gewoon je buurman die je helpt en je een fiets geeft omdat je moeder die niet kan kopen. Dus het zijn wel altijd individuen die het verschil maken. Maar dan moeten die individuen wel, als je schetst in het onderwijs of in die hulpverlening, moeten ze wel de ruimte hebben om hun werk goed te kunnen doen. En niet op minuten hoeven werken. En dat is moeilijk, want je ziet toch wel vaak dat we zijn ingericht op efficiëntie, op ROI'tjes, op de resultaten, op de output. En minder vaak op de ontwikkeling en op de kansen die je kan benutten. En ik denk dat je daar een hele andere mindset voor nodig hebt en dat we daar ook veel meer naar moeten kijken. Mooi. Volgens mij ben jij je eigen rolmodel geworden als zeer succesvol en impactvol stratege. En ook als een van de founders van deze publieksacademies. En als het gaat om Alliantie Kinderarmoedeactiviteiten. Dus dank daarvoor. Ook weer omwille van de tijd. Want we hebben in Groningen met de Alliantie jouw verhaal mogen zien. Zeer indrukwekkend. En ik denk met een goede uitsmijter voor de Kamerleden. En daar gaan we nu ook naartoe. Want wat hebben ze genoteerd? Wat hebben ze meegenomen? Wat waren eye-openers? We zitten al op 9 uur, maar ik ga ervan uit dat u dat interessant vindt. Dus blijf even kijken, want dan gaan we naar Martin Wursdurven van VVD, Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid, René Peters van het CDA en Marijke van Beukering van D66. Ik start met Martin. Ik tutoyeer maar zo vrij. Wat heb je opgestoken? Wat kunnen we terugzien ook in het partijprogramma? Ja, dit is natuurlijk veel te kort hè, wat we hier mogen samenvatten. Want eigenlijk kun je alles overnemen. En ik zou ook veel liever nog doorluisteren naar wat iedereen vertelt dan dat ik hier iets ga zeggen. Dannenberg noemt net een film. Ik ben zeer geraakt door een boek. Ik heb dat vaker genoemd. Dat is het Pauperparadijs. En daar zie je echt dat armoede van generatie op generatie doorgaat. Dus volgens mij, een van de punten die net ook onderstreept is, je moet dat doorbreken. Dat betekent dus dat je kinderen moet leren budgetteren. Ervaringsdeskundigen voor de klas zetten. Ik vond het punt van dat zakgeld eigenlijk hartstikke goed. Wij kregen vroeger zakgeld. Ik bracht dat direct weg naar de platenwinkel. Maar onze kinderen die bestellen iets en die hebben natuurlijk helemaal geen idee wat het allemaal kost. Wat ik ook een punt vind waar ik altijd door geraakt word, is die complexiteit en de wijze waarop sommige mensen gewoon klem lopen in het systeem. En dat is niet alleen de mensen die daar zelf last van hebben, maar ook de hulpverleners die graag iets willen doen en die alleen maar vinkjes moeten zetten om bijvoorbeeld een keer iemand te helpen. Ja. We moeten er echt van af. Dus ik ben blij dat wij over die toeslagen gaan nadenken. Maar dat zie je eigenlijk door het hele systeem heen. Ja, en de verhalen die dan hier nu voorbij komen. Ja, ik word er altijd wel ernstig door geraakt. En het is natuurlijk eigenlijk ook gewoon van de zotte dat we hier nog steeds zo hard mee aan de slag moeten. Goed. De punten van Vonhof, MKB Nederland spreken mij natuurlijk ook aan. Ik bedoel, als die kinderen, die willen natuurlijk ook aan het werk. Daar moet je baantjes voor hebben. Wat betekent dat voor uw programma? Vraag ik iets wat streng, maar helaas vanwege de tijd. Deze zaken wil ik er wel in hebben. Mooi. Deze zaken wil ik erin hebben. Kijk, je moet daar met z'n allen aan de slag. Preventie vind ik het allerbelangrijkste. Je wil namelijk zorgen dat mensen daar niet, dat ze zelf leren regie te hebben en daar weer uit weten te breken. Dus dat staat mij bovenaan. Genoteerd. Hartstikke mooi. En nogmaals, dat is niet omdat ik het niet interessant. Ik zou een half uur met u kunnen praten, maar we wilden het ook een beetje behapbaar houden in deze tijden van Zoom-sessies en digitalisering. Ik ben benieuwd naar het briefje van Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid. Wat staat er bovenaan? Hey, goedenavond. Dank voor jullie persoonlijke verhalen en inhoudelijke verhalen. Voor ons is het inderdaad in Politiek Den Haag, we hebben het daar vorige week nog een debat over gehad, een onwijs groot probleem dat we moeten oplossen. Over alle partijen heen. En daar zitten de politieke verschillen niet zo groot. Die zijn daar niet zo groot. Wat ik wel meekrijg en ook eerder voortdurend zie, is dat ons beleid zo versnipperd is. Dus we hebben allerlei regelingen op gemeentelijk niveau. We hebben allerlei wetten om armoede aan te pakken. Doen we op allerlei soorten manieren. Het hangt aan elkaar van goede bedoelingen, zou ik bijna willen zeggen. Maar het lukt ons niet om het simpel, efficiënt bij de gezinnen zelf te krijgen. En dus vinden we terug in het partijprogramma, dubbele punt. En dus,
Dus vinden we terug dat je te maken krijgt als je hulp nodig hebt of in de armoede geraakt, dat je bij één iemand terecht kan die ook nog weet wat het is om in zo'n situatie te zitten. Dat dus beknellend werkt, dat je hersenen minder werken, dat je op allerlei manieren op achterstand komt. Dus dat is echt een hele belangrijke stap. En los van het geld, zorg ervoor dat je bij één plek terecht kan met mensen die kennis van zaken hebben. Ik hoorde nog veel terug een iets wat met een basis. Ik durf het woord bijna niet te noemen, want het overal in alle geledingen van partijen staat dat ter discussie, dat welbekende inkomen. Maar laten we zeggen die bestaanszekerheid en dat dat iets hoger wordt dan dat nu het geval is. Kunt u zich daarin vinden? Zeker, want dat is eigenlijk probleem 2. Dat gaat wel over materiële zaken, maar we hebben nu gewoon een probleem met de bestaanszekerheid van heel veel mensen. En dat komt omdat het bestaansminimum te laag is. Dus als het aan ons ligt, daar ligt overigens nog geen politieke consensus, gaat het bestaansminimum echt flink omhoog. Mooi. René Peters van het CDA, wat viel u op en wat vinden we daarvan terug in het programma? Ja, ik kan er halen wat anderen gezegd hebben. Dat probeer ik niet te doen. Ik heb gezien hoe snel jij er doorheen moet. Maar bestaanszekerheid staat inderdaad wel op 1. En ik denk ook dat bij het CDA-verkiezingsprogramma ook gewoon een onderligger moet zijn bij eigenlijk alles wat je doet. Als je gezinnen interviewt met al hun hulpverleners en al hun problemen, en dat doe ik regelmatig, dan zijn het vaak heel veel mensen die proberen te helpen vanuit allemaal hun eigen expertise. Maar een gebrek aan bestaanszekerheid is meestal één van de onderliggende oorzaken. Dus dat is gewoon één. Is die oproep van de heer Dannenberg daarin ook een terechte, vindt u? Alles wat de heer Dannenberg zegt, vind ik ook. Namelijk dat die gemeente eigenlijk te krap aan de wind moeten, dat die opdracht eigenlijk niet te doen is op deze manier? Ik vind sowieso zit de gemeente heel krap aan de wind te zeilen. Al zou ik zeggen, ook zij kunnen soms wel prioriteren en zeggen van ik hoef niet alles wat mag. Ik moet focussen en ik moet ontschot gaan werken. En daar kan ook veel meer en ook veel meer winst geboekt worden. Dus zou ik het tweede zijn, ontschot gaan werken. Want sinds wanneer is wonen bijvoorbeeld geen sociaal domein? Het sociaal domein is jeugdzorg, is WMO, is misschien onderwijs, maar eigenlijk wonen ook. Dus werken ontschot daarin. Tenslotte die complexiteit, die is ook al genoemd hebben. Maar we vragen gewoon veel meer van mensen die eigenlijk zo onder stress zitten. Die moeten veel meer ingewikkelde handelingen verrichten dan u en ik. En ik vond ook wel mooi, ik heb veel gehoord wat ik al wel wist, maar dat coachen van executieve functies, zat bij mij ook niet vooraan in mijn prefrontale frontex, geloof ik. Dus dat is wel iets waar ik over moet nadenken. Wat is een hele heldere regel, bijna in één tweet wel te zeggen, waar u voor staat? Wat kunnen we absoluut terugvinden in dat programma? Ik probeer het zo praktisch mogelijk te houden. Nou ja, ik zou zeggen dan de basis van alles is bestaanszekerheid. Helder, hartstikke goed. Dank ook voor uw tijd. We gaan nog naar Marijke van Beukering, Huibrecht van D66. Wat staat er bovenaan uw lijstje? Welke to-do's heeft u genoteerd voor uzelf dan wel voor de programmacommissie? Fijn dat ik gelegenheid krijg om nog even te reageren. Ook dank voor de organisatie en alle mooie inbreng van vanavond. Ja, we hebben dit weekend als partij een programma gepresenteerd, of eigenlijk een plan gepresenteerd om de toeslagen af te gaan schaffen en daarvoor in de plaats een ondersteuning te geven aan elk huishouden, zodat we wat aan die bestaanszekerheid gaan doen. En het is natuurlijk een beetje flauw om hier politiek te bedrijven, maar we roepen natuurlijk de andere partijen op om daar met over ons in gesprek te gaan. Wat ik vanavond in ieder geval voor het programma nog mee heb genomen is, en dat kwam echt wel binnen, is kinderen willen gewoon erbij horen, willen niet anders zijn. En ik vind het erg mooi dat de vraag ook aan kinderen is gesteld, waar lig je nu eigenlijk je behoefte? En we zouden daar denk ik als politiek nog veel meer aandacht aan kunnen besteden. Dus het pleidooi van naast het materiële verhaal moeten we ook iets anders neer gaan zetten. Het laagdrempelig, het dicht bij de kinderen, bij de ouders ophalen, waar precies hun behoeften zijn, is denk ik iets waar wij echt met z'n allen nog wel wat in zouden kunnen gaan betekenen. En ik denk dat ik dat dan heel graag ook mee wil gaan nemen, dus in ons programma. Veel dank in viervoud aan jullie, want zoals gezegd,
echt een drukke agenda in Den Haag. En dan meteen op maandagavond ook bij ons aan de bak, om het zo maar te zeggen. En kort moeten vertellen wat je gaat doen. Dat wordt zeer gewaardeerd door ons allemaal. En wellicht nog een tip, want wij starten deze webcast met Laurentien van Oranje. Onder andere van de Missing Chapter Foundation. Die laat dus kinderen ook daadwerkelijk organisaties adviseren. En die organisaties die zijn ook verplicht om dat advies mee te nemen. Dus misschien een tip voor alle partijen om langs die kinderen te gaan en dat programma nog eens even te laten lezen en te laten fine-tunen door hen. Ik sluit af met Anne Hogeboom van de Alliantie Kinderarmoede. Als projectleider ben ontzettend benieuwd in het kort. Hoe heb je gekeken naar deze webcast en wat wil je de mensen nog meegeven? Dank in ieder geval dat we ietsje mochten uitlopen, zodat we iedereen goed konden meenemen. Vertel, Anne. Nou ja, sowieso ook dank aan jou voor deze marathonsessie, denk ik, kunnen we wel zeggen. Je hebt het meer een soort sprintsessie gedaan. Ja. Het was heel intensief, zo'n uur. Ik denk dat er voor heel veel verschillende thema's aan bod zijn gekomen. En de dingen die, de woorden eigenlijk die bij mij zijn blijven hangen, zijn dat holistische. Kijk meer, organiseer je meer om dat kind heen. En dat we die focus een beetje moeten verschuiven van spullen naar stress. En dat we meer aandacht zouden moeten geven voor die levensvaardigheden. En dat het eigenlijk ook heel bijzonder is dat je, als je dan in armoede verkeert, eigenlijk hele sterke levensvaardigheden nodig hebt of executieve functies nodig hebt om gebruik te kunnen maken van al die regelingen die zo ongelooflijk complex zijn. Dus dat er dan vanuit de politiek gezegd wordt, het kan overzichtelijker en moeten we niet wat doen aan die bestaanszekerheid. En dat daar wat rust mee ontstaat, dat zou denk ik fantastisch zijn als dat gaat gebeuren. Ik denk dat kinderen daar echt iets aan hebben. Wat kunnen we vanuit jullie nog verwachten in het kort? We houden de website natuurlijk in de gaten. Deze video die zal gedeeld worden. Achteraf kun je die terugkijken. Maar hoe blijven we op de hoogte verder? En ja, wij hebben sowieso onze social media kanalen waar we op communiceren. Waar we inderdaad ook deze opname op zullen delen. En alle opmerkingen die ook gemaakt zijn door de kijkers. Onder andere de partners van de Alliantie. Die zullen we ook nog verzamelen en even kijken op welke vragen echt gericht aan de Alliantie we nog een reactie geven. En ik kan me voorstellen dat we nog in sessies op subthema's willen doorpraten met mensen. Absoluut. Dus laat dat ook vooral weten als daar een behoefte aan is. Ja, en zoals je zegt, veel partners en er is ook ontzettend veel kennis. Er zijn heel veel projecten en mooie voorbeelden die we graag zouden willen delen. Dus in de live poll zal ik nog even ook een poll live zetten. Namelijk welk lokaal succes of welke interventie zou je eigenlijk landelijk navolging willen geven. Dus geef daar ook input op. Wij zorgen ervoor dat de exports van alle opmerkingen, alle suggesties worden meegenomen. Dat die ook worden opgestuurd naar alle politieke partijen. En dat natuurlijk ook de Alliantie deze meeneemt. En zoals gezegd, er zijn zoveel mooie voorbeelden, zoveel goede praktijken, zoveel kennis. Maak daar ook gebruik van, dat zou ik willen zeggen, richting die partijen, die programmacommissies. Mensen vragen, hoe kunnen we dat terugkijken? Nou, deze video, dit webinar, dat wordt even omgezet in een video die je dan terug kunt zien. En deze week zullen we die ook live kunnen zetten. Dus we zullen je erop attenderen via social media. En sowieso via deze link, waar langs je nu kijkt, daar langs is hij ook sowieso al te zien. Dank voor het kijken, dank voor alle input, dank voor jullie harde werken. Want er zitten ontzettend veel professionals en betrokkenen, ook ervaringsdeskundigen aan de andere kant van deze lijn, om het zo maar te zeggen. Jullie werken al dagelijks zo ontzettend hard om dat perspectief van die kinderen en hun ouders weer groter te maken. Om ze te kunnen laten uitkijken naar dingen en hun leven zo normaal mogelijk te kunnen laten zijn. Dank daarvoor namens al die gezinnen, namens al die kinderen, voor jullie harde werken, voor jullie betrokkenheid en voor dus het leveren van input voor die partijprogramma's. Veel dank en ontzettend veel succes ook met jullie werk. Dag.